in eigen mond bij Van den Burg in Hella. We hebben vanmorgen onder een klein zonnetje de Enters en Twenters mogen keuren, het jeugdkampioenschap. Een mooie groep uniforme Enters, mooie jeugd, die langgelijnde Enters en ook de Twenters, wat meer paarden allemaal, maar ook uniforme, langgelijnde, goed gebouwde paarden met allemaal mooie rasuitstraling. We hebben twee Enters zijn aangewezen als kampioen reserve kampioen. De kampioen was nummer 45. Een heel mooi langgelijnd paard, jeugdig met een mooie rasuitstraling. Een heel goed voorbeen in de draf en ook een goede, sterk achterbeen. Als reservekampioen hebben we daar gehad, nummer 47. Ook een jeugdige, langgelijnd paard. De stap had misschien iets royaler gekund, maar ook in de draf, een goede, sterke draf met een mooie romprichting. Bij de Twenters hebben we als kampioen gekozen, nummer 56. Een paard dat er echt in klimt, mooi gebouwd is, mooie rastypes. In de beweging ook een heel goed voorbeen gebruik en een sterk achterbeen. Dus een hele goede draf. En de reservekampioen was daar, nummer 72. Een paard wat zich vanmorgen heel erg goed liet zien. Mooi gelijnd, goede bovenlijn, mooi zwart, mooi rastypisch. Een ruime stap. Vanmorgen was hij uitstekend draf. Vanmiddag miste hij een beetje de souplesse, maar nog steeds een goede, sterke draf. Bij het algemeen jeugdkampioenschap streden deze vier om dat kampioenschap en het reservekampioenschap. De kampioen is geworden nummer 56, de Twenter, die echt inklimde. Hij groeide in de wedstrijd, werd eigenlijk steeds mooier in de beweging. En de reservekampioen is de beste Enter geworden. Dat is nummer 45. Ook een paard dus met mooi lange lijn, ook met een hele goede draf. Werkelijk twee mooie toppaarden van het Friese ras.